Paul Honig. Toen ik op zoek was naar een klassieke auto, kwam ik bij een bedrijf terecht en die hadden hele mooie Jaguar MK2 staan. Dat was mijn keuze. In de showroom stond een prachtige blauwe Aston Martin DB2 en daarnaast stond een donkerrode, oftewel een maroenrode, zoals achter ons. Mijn vrouw Maria was ook gekomen en zei inderdaad, Paul, die blauwe Aston Martin is inderdaad heel mooi, maar op jouw verlanglijstje stond een linksgestuurde, zoals alle Europese auto's zijn. Met hulp van de verkoper heb ik toch deze Aston Martin aan kunnen schaffen en zijn wij sinds januari 2012 de trotse eigenaar. De Aston Martin was oorspronkelijk een auto waar ze mee een heuvel op raceten, de heuvel Aston. En uiteraard waren daar krachtige motoren voor nodig. Toen meneer Brown, David Brown, het merk over had genomen, vroeg hij aan meneer Bentley of hij zijn Lagonda motoren beter kon maken. De DB2, DB van David Brown, is eigenlijk een raceauto, maar er is een koets omheen gebouwd, zodat ook particulieren ermee kunnen rijden. Deze auto is gebouwd in 1952 en voor die tijd was er veel vakmanschap om zo'n mooie auto in elkaar te zetten. De auto is met de hand gemaakt. Dat betekent dus dat de deuren en de motorkap en delen van het spatbord zijn niet uitwisselbaar, want de maten verschillen dan te veel. Het is natuurlijk fantastisch om te zien hoe vakmensen zo'n auto in elkaar gezet hebben toen. We praten over meer dan 60 jaar geleden. Waarbij ze ook tegen problemen aanliepen die we nu niet hebben. Kijk bijvoorbeeld naar de voorruit die uit twee delen bestaat. Eenvoudig omdat er geen gebogen ruiten gemaakt konden worden. Terwijl achter in deze auto zit wel een gebogen ruit. Die is dus ook van kunststof. Want anders kon dat niet. De bollingen en de rondingen van deze auto, die zijn zo uniek mooi. Eigenlijk is de buitenkant, namelijk de achterkant voor mij persoonlijk, de mooiste kant van deze auto. Toen de auto eenmaal was aangeschaft, komt het moment dat je er voor het eerst mee gaat rijden. En dat is toch wel heel apart. Het is een beleving zo intens. Je weet direct wat er gebeurt, wat je voelt. Het is in het begin niet makkelijk. Ik weet nog dat ik de eerste keer naar huis reed met mijn vrouw Maria naast me. En dat zij voor mij het knipperlicht bediende met de hand, omdat ik geen tijd had om die handeling te verrichten en moest concentreren op gaskoppeling, sturen en remmen. Het was een enorme beleving. Inmiddels ken ik de auto beter en gaat dat veel makkelijker. Het is ook zwaar. Alles is een beetje zwaar en een beetje groot. Eigenlijk is dat wel heerlijk oerauto. Geen stuurbekrachtiging. Geen rembekrachtiging, 4 grote trommelremmen. Het is heerlijk. Zullen we even de motorkap open doen? Deze hele geweldige grote motorkap bestaat uit 1 stuk aluminium. De hele kap. 1952. Een prachtige motor. Makkelijk bereikbaar. Veel ruimte eromheen. Niet volgestouwd met airco's en andere elektronische nadigheid. Alleen maar functionele dingen. Hieronder zie je natuurlijk waar de motor op staat op een stalen buizenchassis. En de rest van de carrosserie is helemaal aluminium. Hier is de motor een 6-cilinder in lijn. Er zitten 2 carburateurs op. Hier is de uitlaat, welke zwart hoort te zijn. Deze motor gaat zeer, zeer lang mee en is zeer betrouwbaar. De versnellingsbak is groot. En als je het geluk hebt dat je een goede in je auto hebt, dan hoef je niet te klutsen. Maar we kunnen dat wel, omdat het ook wel leuk is. Het beleeft wat meer. Nu je eraan gewend bent, is het een makkelijke auto mee te rijden. En vrienden die je toevertrouwt om met oudere techniek om te gaan, die mogen er ook wel eens mee rijden. De vering is wat stug. Daar waren ze toen niet zo goed in, was ook niet zo belangrijk. Het koppel is fantastisch. Een trekkracht, heerlijk. Maar de eerlijkheid van de techniek, het eenvoudige, het
sterke, het prachtig doordachte en het, ja, het oerauto. Dit was gewoon zo'n echte auto waarin je zelf de auto bereidt zonder technische hulpmiddeltjes. Niks, geen elektronica, gewoon zelf doen. Dat is een prachtige beleving.